herinnert u zich nog dat moment dat u daar zat naast de koningin? Ja. Hoe was dat? Ja, goed. Dat is een goede sfeer. Vooral toen de orgel in Oceania met de muziek orgel laat horen. Was u zeer tevreden? Ja. Maakt me een indruk op me. Ja? Toen u uw handtekening had gezet? Oh, dat 14. Ja. Ja. Dat was in november. Bij de soevereiniteitsoverdracht. Ja. Wat zei de koningin toen tegen u? Ja, voor in Nederland. Gewoon niet veel. Ik geloof. Minister-president de Drees heeft wat een paar woorden gezegd. Ja. Maar er werd niet veel gesproken? Nee, niet veel. Waren ze wat bedroefd? Nee. Niet? Nee. Wat was de stemming daar dan toen bij die ja, goede stemming. Vriendschappelijk. Ja. En dacht u toen, het is bereikt? Ja. Maar voor de Nieuw-Guinea, Irian. Is er veel van de revolutie terechtgekomen, vindt u? Ja. En, ja, veel. Ze zijn onafhankelijk geworden. Ja. Maar bij de opbouw hebben ze moeilijkheden ondervonden. Ja. En nu? Ja, nu zijn we bezig om op te bouwen. Maar het is niet gegaan zoals, omdat hij tussenin dan. En dan. De Sukarno die het een beetje. Veel toegedaan van de PKI. Ja. Dat ze zelfs een staatsgreep kunnen willen voorbereiden. Ja. En het resultaat is dat je. En om het militair regime komen in Indonesië. Dat niet behoeven te zeggen. Ja.